Daarom. Illusion ahead. Good one. Some other time, maybe. May the flames guide thee ahead. But praise the good fellow. Monster ahead. Sorry, I'm been enough now. Taking required ahead. Zijn ze allemaal weg. Maar ik was er de vorige potje ook vergeten met eerst een haal te doen. Jezus, zoveel! Praise the good fellow. Dragon ahead, by the way, tough enemy, 71 good. Ah, fuck. Doritos HD heeft ze niet. LS. Nou, wat vroeg battle! Je... Battle! Wat vroeg je met iemand van een 10 wapens? Waarom ligt daar een darks... Er lag daar een ding aan, red sign. Dat is een of andere fool. Ik heb zo'n gevoel dat Doritos heel gauw doodgaat. Waarschijnlijk. Mama, haha, zeik! We hebben een mini-kruisboog. Mama, haha, zeik is toch een fucking population. Nee, niet meer. We gaan het zien. Het was echt fucking vreselijk spelen. Zei ik wat Doritos zou doen? Hij is gekrapt. Hij leeft nog. Gevaarlijk. Oh, je hebt hem gewoon, nice. Weet je hoe ik hem had? Ik trapte net zo'n klerk omver. Oh my god. Ik trapte net zo'n klerk omver en hij wilde mij van achter pakken. Ik dodge naar achter en heb meteen een backstab. Professional move, jongen. We redden echt zijn leven hier. Karm. Ja, sorry. Die Doritos is best wel handig, want hij doet point back.
Ja, extreem handig. Moraal boost. Ik denk dat Burrito beter is dan de andere team. Dat zou kunnen. Die is net al... Oh? Nou ja. Misschien overschat ik hem. Want hier laat hij bijvoorbeeld die cursor gewoon leven. You are underestimating my power! Don't try it. Only a Sith deals in absolutes. Ja, dat is echt zo'n George Lucas line. Zat helemaal nergens op, ja. Het gerucht gaat dat die eigenlijk bedoelde only a Sith deals only in absolutes. Ging mama haha psych dood. Ja, nee, oh, was, was dat die ene die jij raakte? Die had ik op het laatst. Was dat de eerste of tweede die dood ging? Tweede. Oh, tweede, ja, ik zie het. Dat is normaal. Is hij al dood? Oh. Ja, wat de hel raakte mij out of die... Even werk. Anders gaan 10 minuten dood. Nou... Val mij. Oh, er is er een hier! In de alleyway! Ik kom. Nou. LS, LS. Very proud of yourself. Wat? Het gaat goed nou. Voorlopig. Dus ze hebben hem wel naar opgejaagd. Jezus, ze gaan goed. Nog een invader? Ja. Ja. Ik hoor hem ergens, maar... Oh, achter me. Ja, ja. Lukt het? Moet komen. Nee. Wat? Wat? Dat zijn... Ja, nou, mooie combo met dat putje en dat vlammetje van me, maar die kerel had al lang dood moeten zijn. Ik weet niet waarom het zo moeilijk was. Kut internet van hem. Ja.
Ik roll catch hem gewoon perfect een paar keer en die. Sterf, zo. Heb je last van wind in de microfoon? Een beetje, nee, niet heel veel. Maar ja, die kerel, ik deed een onderstruk om dat boek op om me naar de trap te brengen. Ja, dat dacht ik al. Hij was volgens mij niet echt heel goed. Maar, en het was wel grappig, want net voordat ik de onderstruk in de boek op hem deed, was ik nog met mijn bow equip. Dus ik deed mijn bow die equip en toch had hij het niet door dat ik hem zag. Great. Die Kamikoto en die Doritos, die hebben het lekker zo te zien met wat ze ook aan doen. Hè? Je stond ervoor. Ik zag het niet. Maar je raakte. Ja, nou wee. Ding ding. Beetje vroeg. Ja, maar ik weet niet of die attack te parryen is. Die misschien niet, maar standaard attacks in die vuur gewoon wel, dat heb ik al een keer gedaan. En die power charge attack, ja, Doritos. Kom maar zo aan, ligt hier een pick-up, misschien is het een ember. Correct. Nee, het is typisch niet Scully. Echt weer eigen geheimers, hè? Gevaarlijk. Dangerous. Roll cannon! Nee, Doritos, dat zou ik niet doen. Wat had dat dan gedaan als het normaal invader was? Ja, dat moet dus wel helpen. Ze gaan nou allemaal op Doritos. VDD zeker niks. Niet veel. Oh! Wat? Nou, nee, ze zijn al twee hier nou. Dat is gevaar. Ja, weggeblazen worden. Oh. Ik wilde eigenlijk backstabben, maar ik wist niet dat mijn blok het nog zou blokken. Heeft hij serieus die ring aan? Fuck. Ik ben afgeleid. Fucking lucky kutkunt in Vader, joh. Excellent. Excellent. De andere veder had ik bijna kunnen killen, maar geen van mijn meshes connecten. LS. More's the pity.
acknowledge any gods. Start praying now. Deze twee zijn echt alleen maar met invaders bezig. Fucking enemies. Kijk ze ineens dan. Jongen, deze ring knight moet jou hebben. Wat? Ik ben hem heel tijd aan... Ik ben hem heel tijd aan aanvallen en hij denkt van... Enough. Nu gaat hij voor jou. Over... Fucking hell, dat was een popo. Die kut van Seven, die zal me de hele tijd aan de volgen. Fuck hem. Fucking over leveled faggot, met die kut twin axes. Jongen, ze zitten echt alleen maar achter die invaders aan. Dit is wel een beetje overdreven. Ik vind het wel grappig eigenlijk. Ik zal langzaam maar niet doodgaan, vind ik. Ja, nu is het grappig. Wordt gelijk Kliko. Oké. Wat deed hij nou? Opgeven ofzo? Nou ja, hij ging gewoon charge. Dat was zijn laatste fout. Die ander zit al bij die preacher rechts van die ring uit. Dat zie je wel. Is dit diezelfde kerel die toen ook de hele tijd ging rennen? De laatste paar dagen geleden. Nee, ik ken deze naam niet. Het lijkt er wel op. Hmm. Weet je, dat was hier. Toen ging die kerel helemaal die trap op rennen. Dat was echt absurd. Ja, nu heb ik geen zin meer om Claire kill op te gaan. Hè? Nee, nou. Zal ik Boglitch gebruiken? Nee. Ja, laatste fout, vriend. Verkeerd moment om te healen. Correct. Was een slim idee, hè, om via deze muur achterom te gaan. Correct. Ik had eigenlijk niet verwacht dat hij erin zou trappen, maar hij was dommer dan ik dacht. Nou. Wat dacht hij nou, weg te komen met zijn Estus boys? Dat denken ze allemaal, hè, maar... Ze komen allemaal van een koude kermis thuis. Ze denken, boys, dat is het machtigste wat er bestaat. Let me. Wat? Oh my god, ik keek er recht op. Hij wou achter die preacher aan, valt hij dood in de afgrond. Ik heb er niks van gezien, ik zat er omgekeerd. Ik wel. Ja, ik had voorspeld dat hij de kerel was die de eerste dood ging, dus... Doritos is heel sad nou, kijk hem zitten. Hmm. Doritos blijft daar zitten totdat de game klaar is, oh nee. Sad fate. Hij zou het waarschijnlijk niet expres... Dat deed hij ook niet expres, dat was gewoon puur per ongeluk. Dat was gewoon... ik denk dat er net een steen onder zijn voet wegslijde waardoor hij in de afgrond viel. Oh ja, net als in een gevecht tussen Hector en Achilles. Oh ja. Stand up, Hector, son of Troy. I won't have a stone steal all of my glory. Of a rock. Die comment zegt zo, who put that rock there? Dat is wat Hector dacht. Hm. Nee, waarschijnlijk. Ja, maar volgens mij staat niemand een schijn van kans tegen Achilles in heel, in heel zijn leven niet. Behalve zijn eigen heel. Ja, zijn heel, ja. Maar niemand anders kan Achilles het beste volgens mij. Ja, tenzij hem in zijn heel raakt. Ja, dat is zo dom. Fuck. Het is niet dat hij een god is, of wel? Nee, een demigod.
demigod. Dat betekent halfgod, want demi is half in het Frans. Ja, I know, maar ik weet niet of die... Is die daar ook? Is die daar ook een demigod? Waar? In Troy. Of is Troy gewoon normaal? Ik bedoel, ik vecht wel als een fucking goede vechter, er is niks voor... natuurlijks of zo. Jawel, niks kan hem doden, alleen zijn hiel, want hij is boven het water, in het water gehouden of zo, alleen zijn hiel niet. Heilig water of zo. En dus alleen zijn hiel is kwetsbaar. Maar dus als hij zijn kop eraf wordt gehakt, dan is hij ook dood. Nee. Ja, kijk, dat is zo'n beetje een kromme. Kijk. Nee, waarom doe ik dat nou? Hier is helemaal van. Volgens mij komt dat oorspronkelijk van de Iliad, hè, dat van Achilles. Misschien dat ik die ooit eens ga kopen. Daar zit de film ook op gebaseerd. Dus. Is Achilles only vulnerable in his Achilles? Ja, wat dan? Waarom denk je dat ze altijd een Achilles heel een zwakte noemen? Wacht, nee. Can Achilles be killed in another way? No. Wrong. What the... Is it... Can... No way! What? Het lukt! Wat? Oh ja! Yeah. Kan dat nou weer? Normaal ook al gekild worden, zo te zien. No way. Ja, staat er. Maar ik heb Iliad niet gelezen, dus misschien. Ja, ik denk dat het een beetje later is gekomen, die myth erover. Maar goed, het was zijn, zijn skill en zijn skill in combat en weet ik het allemaal wat hem natuurlijk gewoon zo goed maakte. Ja, maar het is sowieso een mythe. Doritos is dood. Les. Geen Doritos meer. Oh. Dankjewel, Judicator. Had ik echt nodig. Op die Painting Guardian en toen dacht ik, fuck dit. Ik heb niet die fake het moeten summonen. Ja, dat is wel zonde voor die fake het, ja. Ja, maar dat maakt het ook alleen maar meer HP.